kennen. En dat is er niet van gekomen. Dat is niet gebeurd. Wat is het verwijt aan de politicus, ex-politicus Bleker? Niet zo interessant trouwens, vind ik. Nee, we moeten het gewoon samen oplossen. Maar meneer Bleker was nog maar net staatssecretaris en er kwam een advies op zijn bureau in 2011... waarin gewoon heel duidelijk werd gezegd... die motie van het CDA en de PvdA... die kan niet. Juridisch gaat dit mis. Dit gaat mis. En de heer Bleker heeft al die jaren de boeren naar de mond gepraat. Maar zachte heelmeesters maken gewoon stinkende wonden. En dat is hier gebeurd. Houd toch eens op met kletspraat. Het is geen kletspraat. Wie heeft er in Groningen honderden hectares natuur ingericht? Wie heeft er in Groningen honderden hectares noodberging? Soms in felle conflicten met boeren. Dus hou me op over dat soort praatjes. Meneer Bleker, u kunt hier heel opgewonden gaan doen. We moeten dit samen doen, samen met de boeren. Maar ook Schiphol zal moeten leveren. Andere sectoren zullen moeten leveren. Maar nu wegkijken en weglopen en de boeren naar de mond praten... dat is niet de oplossing. Maar vind je dat hij dat nu weer doet? Nou, ik vind dat hij wegloopt voor zijn verantwoordelijkheid. Als we 10 jaar geleden hadden ingegrepen, hadden we meer tijd gehad, had er minder hoeven gebeuren. Okay, maar dat kunnen we op zich natuurlijk niet opnieuw doen. Het gaat om wat er nu vandaag. Mag ik ook even als voorzitter van de Nederlandse Melkveehoudersvakbond spreken? In 2019 heeft de Raad van State gezegd, afdeling rechtspraak heeft gezegd, u hebt onvoldoende werk gemaakt van het natuurherstel in die gebieden. Het was niet stikstof. Niemand verplicht ons, ook Europa niet, om iets aan stikstof te doen. Wij moeten al die 160 natuurgebieden moeten we op orde brengen. En dat moeten we ter plekke doen met maatwerk. En wat er nu gebeurt is dat er een stikstofaanpak bovenop wordt gegooid... met gigantische gevolgen voor heel veel boeren. Gewoon ter plekke kijken wat nodig is. Ja, maar gewoon ter plekke. Er wordt nu gezegd, er zijn 131 natuurgebieden. Staan gewoon zwaar onder druk en er moet iets gebeuren. En er zijn 1600... En alleen maar op innovatie rekenen over zoveel jaar. Er zijn 1500 maatregelen nodig in die gebieden. Dat heeft de regering in 2017 vastgesteld. Daarvan zijn er nu nog niet de helft uitgevoerd. En dat zijn maatregelen met de hydrologie, met het beheer. Ik zag die berkjes die daar stonden. Dat was een groot probleem. Is geen groot probleem. Die ga je gewoon kappen. Klaar is Kees. Je moet beheer, actief beheer doen. En het punt is dat hele idee van ga actief met die gebieden aan de slag... met die natuurgebieden, dat is verlaten. En men heeft het stikstofdogma gepakt. En nu komt men tot grote, ook nog op basis van modellen... De boer van dienst...